We gaan morgen dinsdag april, samen met het vaccinatieteam van het BOG, gaan we met mensen van de Rotary Club een vaccinatiedag organiseren. En dat is speciaal bedoeld voor de mensen van 60 jaar en ouder die daar in de buurt wonen. De reden is dat, nou ja, iedereen leest de krant, Star News, alles. Er is een enorme toename weer van COVID-besmettingen. En het grote probleem is vooral dat een deel van de mensen daar zo ziek van wordt dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. De ziekenhuizen, ik werk zelf in het diaconessenhuis, de ziekenhuizen beginnen weer vol te lopen. En onze gezondheidszorg kan het eigenlijk helemaal niet aan. Als je kijkt wie vooral ziek wordt van deze infectie, dat zijn toch vooral de mensen ouder dan 60 jaar. Dus eigenlijk om de mensen zelf te beschermen, maar vooral om het land te beschermen tegen weer een lockdown, is het heel belangrijk dat wij die groep zo snel mogelijk vaccineren. Dat is de snelste manier om te zorgen dat we weer normaal ons leven kunnen gaan leiden. Er zijn al campagnes geweest, KKF, er zijn heel veel mensen geweest. We hadden als Rotary het idee, en dat hoorden we ook, dat er in de wijken zelf relatief nog weinig mensen gevaccineerd waren. Met name dus die groep van 60 jaar en ouder. En we hebben daarom samen met de BOG plan opgevat om meer de wijken in te gaan, om het ook voor de mensen makkelijker te maken om die prik te krijgen. Vandaar dit plan voor morgen. Het BOG is verantwoordelijk voor de spuitjes. Maar om het in goede banen te leggen zijn er gewoon heel veel vrijwilligers nodig. We gaan het doen bij openbaar school Wintiwaai. De directrice heeft de lokalen ter beschikking gesteld. En het is belangrijk dat je eigenlijk een hele goede route hebt voor de mensen als ze aankomen. Ze moeten eerst worden geregistreerd. De medische informatie wordt gevraagd. Dan pas krijgen ze die vaccinatie. Daarna gaan ze nog even een kwartier wachten dat ze zich goed voelen. En je moet ook zorgen dat het niet één grote groep mensen wordt. We willen niet dat er mensen COVID-risico lopen. Dus het moet allemaal in hele goede banen worden geleid. Mensen moeten worden begeleid. Het zijn ouderen, ze hebben misschien ook hulp en ondersteuning nodig. En ja, daarvoor zorgen dus de leden van de Rotary Club. En het BOG-team, die zorgt voor die vaccinatie zelf, voor die prik. Nou, we beginnen om 8:00 's ochtends en we gaan door tot 2:00.